Nou, ik ben Ruud, eerste geluidstechnicus bij Patronaat in Haarlem. En ik ben eigenlijk min of meer analoog deze wereld ingerold. Van, je ziet een geluidstafel, je kijkt ernaar, je weet precies hoe het allemaal gestoken moet worden. En 5-6 jaar geleden zijn we in Kleinzaal gaan digitaliseren met Midas Pro 2. En dat was mijn eerste ding met een digitale taal. En dat was in het begin heel erg wennen. En op een gegeven moment, ja, ik kan er inmiddels, wat dan met die Pro 2 kan ik lezen en schrijven. En dat verwacht ik van dezezelfde tafel ook. En ja, ik zie er alleen maar vooruitgang in het digitale domein. Twee jaar geleden ben ik hier bezig kijken en toen stond daar de 500, het vlaggenschip, dat moet zeggen. En dat was heel imponant, maar voor ons gewoon niet betaald. En Benno is mijn collega van Hoofdgeluid hier, die is druk bezig geweest om alle tafels met elkaar te vergelijken. En wij hebben dus twee heel veel overleg gehad. En elke keer kwam toch weer dezelfde tafel die boven de baan te krijgen. Want wat is het meest belangrijke van de geluidstaal? Het geluid. Wij zitten hier digitaal en analoog op het niveau van Midas. En dat betekent eigenlijk, voordat deze tafel uitkwam, dat alles wat je anders in huis haalt, is gewoon een stap terug. En dit is voor ons een hele grote stap verder. Mijn naam is Benno Linneman en ik ben geluidsman. En in dit patronaat ben ik hoofdgeluid, zoals het heet. Dus ik ben verantwoordelijk voor de geluidsapparatuur. Ik werk onder andere voor Kenny Wilfer. En daarbij hadden wij een toertje in Nederland. En daar gingen wij spelen in Paradiso, waar de SSL-tafel stond. En, mijn actie is geweest om Matthijs te bellen, de importeur van de tafel. En te vragen of ik een file mocht maken voor Paradiso bij hun in pand. Dat is gelukt. En toen kreeg ik de aanbieding om de tafel te proberen op het toertje bekend. Toen ben ik op een gegeven moment tijdens het mixen een stap achteruit gaan doen. Ik had zoiets van, dit heb ik heel lang niet meer gehoord. Dat aan het mixen was en dat het geluid breed bleef. Als je ietsje harder ging, werd het steviger in plaats van dat je dacht, voorzichtig. En dat is voor het eerst in mijn carrière dat ik dacht van, dit is een digitale tafel die echt goed klinkt. Dus dat is mij toen opgevallen. Toen ben ik gaan knokken voor de tafel voor het patronaat. Dat is net toe een nieuwe tafel. Deze viel mij gewoon op door de klank. Ik heb het eigenlijk wel geprobeerd dat in het verleden ook te horen, maar is me niet gelukt. Met deze wel. Digitale tafels vind ik, als je wat steviger mixt, en meestal ben ik wel met acts onderweg die steviger gemixt worden, kan het gauw vollopen. Ja, ik kan niet anders zeggen dat je geluidsbeeld volloopt, dus dat je niet echt de plekjes kunt blijven ontdekken. En dat is nou precies wat deze tafel wat mij betreft wel doet. Dus je kan best flink mixen en dan heb je toch een beeld waar alles is. Nu het zo binnenkomt en alles op zijn plek dreigt te vallen, vind ik wel, ja, ik ben wel heel erg trots. Het ziet er prachtig uit, ik weet zeker dat het goed gaat werken. En de samenwerking met Matthijs was ook fantastisch. Ik heb er heel veel van geleerd. En, blij mee tot nu toe, maar ze doen het nog niet, hè? Dus.